Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Vandaag krijgen we te maken met veel bewolking. Vanochtend komen nog een paar opklaringen voor, vooral in het noordoosten en het oosten van het land. In het noordwesten trekken al een aantal buien over. In de loop van de dag zien we het aantal buien vanuit het westen toenemen. Het kunnen dan ook stevige buien zijn, met windstoten en mogelijk ook een klap onweer. De zon laat zich slechts nu en dan nog zien, verder wordt het zo'n 12 tot 15 graden. De wind waait uit het zuidwesten in eerste instantie. Later draait hij naar west tot noordwest en gaat dan flink toenemen. Later vanavond en komende nacht kan het aan de kust hard of zelfs stormachtig waaien. En dat is windkracht 7 tot 8. Morgenochtend ook nog een stevige wind aan de kust. In de loop van de dag zien we de wind geleidelijk aan weer wat afnemen. Verder trekken opnieuw een aantal buien over het land. Kan een bij bijzitten. En verder wordt het zo'n 12 of 13 graden. Ook donderdag en vrijdag vallen nog een aantal buien. We zien de neerslagkans wel geleidelijk aan de al afnemen. Vanaf zaterdag blijft het overwegend droog. En met een oostelijke wind wordt het langzaam nog ietsje kouder. De middagtemperatuur daalt naar 10 of 11 graden in het weekijde. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.